Beste inwoners, vandaag is het 4 mei, de dag waarop we alle burgers en militairen herdenken die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Mensen die het belangrijkste op deze wereld, namelijk hun leven, hebben gegeven voor onze vrijheid. Wij leven nu 75 jaar in een land waarin we vrij zijn om onze mening te hebben en te geven. Vrij zijn om onze eigen godsdienst te kiezen of juist niet. Vrij zijn om ons eigen leven vorm en inhoud te geven zoals we dat zelf het liefste willen. Dit hebben wij te danken aan de inzet van militairen, verzetstrijders, mensen die onderduikers herbergden, mensen die op hun manier zand in de raderen van de bezetters strooiden. Dankzij hen leven wij in vrijheid. Velen hebben hun leven hiervoor gegeven. Ik ben ze dankbaar en heb er grote bewondering voor. Zeker ook voor hen die nooit op de voorgrond zijn gekomen of nooit in de geschiedenisboekjes zijn vermeld. Zoals bijvoorbeeld verzetstrijders met Surinaamse, Antilliaanse of Molukse achtergrond. Gewoonlijk zijn de dodenherdenking en bevrijdingsdag dagen waarop we meestal in grote getalen samenkomen. Thuis, op straat, in de kerk, bij herdenkingsmonumenten. Dat zijn momenten waarop we ons met elkaar verbonden weten in wat we op dat moment herdenken of vieren. Nu zijn, juist in de periode waarin we 75 jaar vrijheid herdenken en vieren, onze dagelijkse vrijheden uit noodzaak beperkt en in samenkomen niet mogelijk. Hierdoor krijgen herdenken en vieren noodgedwongen een andere invulling. Zeer kleinschalig vanuit mijn functie en voor bijna ieder van ons thuis, alleen of in zeer kleine kring. Een kring met 1,5 meter afstand tussen de kringleden. Op dagen waarop we gewoonlijk samenkomen, ervaren we bewuster het gemis daarvan. Eens te meer voelen we hoe we de verbinding met de ander nodig hebben om zinvol te kunnen leven en te bestaan. En hoe waardevol de vrijheid is om elkaar in de ogen te kunnen kijken, te kunnen omhelzen, een hand op de schouder te leggen of op je eigen schouder te voelen. Die vrijheid die we sinds 75 jaar weer hebben, is niet vrijblijvend. Ze vraagt veel van ons allen. Samen hebben we de plicht ervoor te zorgen dat wat hier in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, nooit weer kan voorkomen. Leer van het verleden en kijk naar het nu en de toekomst. Heb geen vooroordelen en discrimineer niet omdat er iemand anders er anders uitziet of anders doet. We hebben een verantwoordelijkheid richting onszelf en richting anderen en we hebben elkaar daarin ook nodig. We hebben ook zeker een verantwoordelijkheid richting de mensen die de oorlog van nabij hebben meegemaakt. Dat zijn juist de mensen die nu kwetsbaar zijn en die daarom ons bezoek niet mogen ontvangen. Vraag naar hun verhalen. Verhalen kunnen ook gedeeld worden via de telefoon, al dan niet met beeld. Op die manier herdenken we samen. Zoals we ook de vrijheid waar zo hard voor gestreden is, samen moeten doen.